Het Jets Museum verdwijnt. Maar waarom? You, with your masquerading and you. Hier verdwijnt ten eerste mijn Jets Music Office. Een ruimte waarin ik 16 jaar alle materialen van de Jets tentoongesteld heb. Onder andere de Gouden Vinger, de Gouden Plaat van Japan. En alle LP's die over de hele wereld zijn uitgebracht. Krantenadvertenties. En het ontvangst van alle mensen uit de theaterwereld die hier geweest zijn. Waarom? Omdat het Kapgebouw in principe een einde is genaderd, want het hele gebouw wordt gesloopt, alleen de buitenmuren blijven bestaan en één deel van het dak. De Jets! Wat ga je met al het archiefmateriaal van de Jets doen? Ja, het is heel veel en ik heb er ook wel affiniteit mee. Maar ik heb het plan opgevat om het later te schenken aan het Utrechtse archief. En dat wil ik dan doen met bemiddeling van Ton van den Berg, die daar kennis heeft. En dat lijkt me leuk voor de latere generatie, dat ze eens kunnen zien dat een band die begint en dan uiteindelijk zoveel succes heeft gehad. En misschien voor de toekomstige bandjes om te zien van dit kan je bereiken. De Jets was een band, maar heel bijzonder. Wij zijn begonnen als een soort rock'n'roll band met nummers van de Beatles, de Stones, maar ook Buddy Holly, vooral Fats Domino. Maar toen wij platen gingen maken, toen kregen wij een contract voor 5 platen per jaar en dat waren instrumentale platen. En één van die instrumentale platen was Goldfinger, die later beroemd werd in Japan. Dus iedereen dacht dat wij op de plaat alleen maar instrumentaal waren. Maar dat was niet zo. We waren in de zaal gewoon een rock'n'roll band. Even rock'n'roll tussen haakjes. Maar dat veranderde toen wij in 1965 platen gingen maken met zang voor Nederland. Onder andere de Pijpijpen. En zo gingen wij in heel Europa optreden als een echte beatband, laten we maar zeggen. Nou, het is zo, ik heb al die jaren altijd geleefd in een soort droom. En dat betekent, als je een droom hebt, dan heb je een soort toekomstplan. En die toekomstplannen heb ik altijd waargemaakt. Mijn mooiste herinnering is dat ik de gelegenheid heb gehad om in heel Europa contacten te leggen, om op te treden in binnen- en buitenland. En dat wij platen hebben gemaakt die uiteindelijk over de hele wereld zijn uitgebracht. En dat is mijn droom geweest. En daar ben ik heel blij mee. En dat is ook succesvol gedaan eigenlijk, ja, vind ik.